Goedemorgen. Hallo. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Martina Wessels van de afdeling fysiotherapie. We beginnen met de voetoefeningen. De voetoefeningen die houden in het optrekken van de voet en wegduwen van de voet. Omdat het goed is om voor beide benen de oefeningen te doen, mag u zo direct met deze ook meedoen. Rustig naar beneden drukken en rustig heffen. Deze oefening probeer je inderdaad ongeveer in dit tempo te doen. In ieder geval niet te lang de beweging in één richting duwen. Dan heeft het voor de doorbloeding minder zin. Plus u hebt ook nog kans dat u kuitkramp krijgt. Naast het beurtelings bewegen van de voeten mag u ook rondjes draaien met de voeten. Dan beweegt u ook de spieren helemaal rondom. U ziet het al wel. Dan komen we bij de grote beenspieroefeningen. Dat gaat over de grote bovenbeenspieren. Die spant u aan en gebruikt u dus met die pompfunctie zoals gezegd. Door u thuis zelf te verbeelden dat mijn hand eronder is en u drukt mijn hand plat. U drukt de knieholte rustig in mijn hand en los. Aanspannen, dus naar beneden duwen en rustig los. Zich maar op de armleggers van de stoel, de billen een beetje naar voren. Door het geopereerde been wat naar voren te zetten, kunt u dit been ontlasten en u drukt af met dit been. Komt u maar staan. Goed. Rechtervoet naast de linker. Ja. Dan kijken we even naar de hoogte van de krukken. Dat doen we als volgt. De armen ontspannen laten hangen. Dan zit deze net iets te hoog. Ik doe mijn gaatje lager, want u mag niet de schouders opdrukken. Tijdens het lopen, dat is slecht voor de schoudergewrichten. Probeert u het zomaar eens eventjes, de hand erdoor, hand wat vasthouden. Aan deze kant ook. De techniek van het lopen met de krukken is als volgt. U zet de krukken naar voren. Doet u het maar. Ja. Dan hebt u een denkbeeldig lijntje tussen die twee rubberen doppen. En op dat lijntje zet u het geopereerde been. Heel goed. De linker komt naar voren en dan maakt u een gewone pas mee. Heel goed. De krukken naar voren. Geopereerde been ertussen. En linkerbeen stap door. Goed zo. Tijdens dit lopen moet u eraan denken dat u het geopereerde been ongeveer 15 tot 20 kilo mag belasten. Dan gaan we nu even traplopen oefenen. Om uzelf te kunnen redden, laat u deze kruk los. Ik laat u even zien. Die neemt u als volgt mee naar boven. U doet de vingers om die tweede kruk heen. Let even op hoe de stand van het handvat is. Naar buiten, eventueel naar beneden. Niet naar binnen gedraaid. Dan hebt u kans dat u met de voorkant van de heup daartegen aanstoot. En dan zou u uit balans raken. U gaat naar boven lopen met het sterke been eerst. Dus het niet geopereerde been zet u op de eerste trede zo direct. En op het moment dat u dat doet, neemt u gewicht op de linkerhand, dus op de trapleuning. U neemt gewicht aan de rechterkant op die kruk en de genoemde 15 tot 20 kilo op het geopereerde been. Ja. Dus u mag beginnen met de linkervoet op de eerste trede te zetten. Strekt u het been maar op en dan komt u omhoog met het rechterbeen. Die zet u ernaast samen met de kruk. Ja. Dan gaat u weer met het linkerbeen op de volgende trede. Strek op en het rechterbeen gaat samen met de kruk. Als u naar beneden gaat, gaat het geopereerde been eerst. Dan kunt u hem namelijk de hele weg gestrekt houden, samen met de kruk. Dus u neemt gewicht op deze hand op de trapleuning. En u gaat het rechterbeen naar beneden brengen, samen met de kruk. Zet u hem maar neer. Rechterbeen, samen met de kruk,
en links sluit aan.